7 en online. De vorige deden we in de Agnietenhof. Daar. Oh, vandaag gaan we in Zinder. We mogen weer een beetje. Dat is superleuk. Ja, en na die tijd die we nu hebben gehad, was iedereen natuurlijk ontzettend in de mood om weer op te treden. En we willen laten zien dat we ondanks alles wat er gebeurt in de wereld, toch de ruimte hebben voor mensen die stralen op een podium. Wat gaan we zien vandaag? Dans, muziek, harp, bandjes. Volgens mij moeten we gewoon gaan beginnen in... Kom mee! Oh ja, hey, leuk die tent ook. Misschien kunnen we daar ook wat mee doen. Ik denk dat het wel gaat lukken, ja. De rode loper ligt uit. En een mondkapje. Ja, echt een mondkapje. En wie ben jij? Ik ben Filijne. En Filijne, hoe lang heb je al harples? Ik denk ongeveer 6 jaar nu. Zo, dat is al best wel veel. Want hoe oud ben je? 13. Oh, nou wauw, vanaf je 7e dus al les. En bij Marianne hier in Zinder. Ja. En wat ga je voor ons spelen vandaag? Another Love bij Tom O'Dell. Oké, nou heel veel succes. Thank you.
Ik ben Romy en dat zijn wij. Dat zijn wij. Oh ja, en mee was net in een stuk wat ze gemaakt heeft met 5 o'clock class. En Romy, volgens mij ken ik jou ook al. Ik heb bij de Urban Dance Crew van Elias al een keer meegedaan. En ik heb al een keer een stuk met hem meegemaakt. Ja, het vorige stuk is ook zo mooi met dat zwart en wit. Jullie zijn nog steeds in ontwikkeling. Wat best wel raar is in deze tijd. Hè? Want we zitten natuurlijk in corona. Mochten wij eigenlijk helemaal niet in de studio's dansen. Dat begint pas nu weer te komen. Wat hebben jullie gedaan nu? Wat voor stuk heb je gemaakt? We hebben een improvisatiestuk gemaakt eigenlijk. Wat uiteindelijk samen is gekomen tot een choreo. Dat hebben we eventjes in een paar weken gedaan, want het was eigenlijk net op het laatste moment waren we zo van laten we het gewoon even doen. En het stuk gaat over escaping reality ook. Oh, en als er iets nodig is, is dat op het moment escaping reality. En met dans wil je altijd door, dus je wil oefenen, je wil trainen. En heb jij ook vooropleiding gedaan? Ik heb vooropleiding bij Artes gedaan, ja. Kijk, dat er allemaal in Tiel van die mensen zijn die iets met dans willen, dat is zo bijzonder. Daar is dit open podium voor. Oké, dank jullie wel. We gaan jullie kijken. Spirit is contained. Like neon, inside the glass they form my brain. But I recently discovered it's a heatless fire. Like nicknames they give themselves to uninspire. Began with bullet, now add fire to the proof. But I'm still not sure if fear's arrival or close relative to truth. Either way, it helps to hear these words bounce off of you. The softest echo could be enough for me to make it through. Zit dus op de vooropleiding voor de AHK, wat we net hoorden van haar vrienden. Maar ze is daar ook op aangenomen. Volgend jaar mag ze dansen
op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze is nog bij veel meer scholen aangenomen. Maar deze, opgekweekt, gaat daar dansen. Hartstikke knap. Complimenten daarvoor. Nou, hallo. En wie ben jij? Ik ben Maaike van Steenwijk. Oké. En Maaike, ik heb begrepen dat jij niet alleen gitaar speelt. Ja, normaal speel ik eigenlijk harp en ik speel ook nog wat andere dingen. Alleen, Wat andere dingen? Wat dan? Ja, ik zit in een bandje en daar doe ik bas en ik doe een beetje ukulele en ja, dat is wat stoer. Heel muzikaal in ieder geval. En wat ga je vandaag voor ons spelen? Een liedje van Eva Cassidy en het heet Autumn Leaves. Oké, nou heel veel succes. Oké, dank u wel. Most of all.
Dit is Lara en ze heet Vrolijk. Lara Vrolijk. En Lara, wat fijn dat je hier danst. Volgens mij heb ik je hier al eens eerder gezien. Ja, vorig jaar. Oh ja, ook bij een open podium was dat. Ja. En nu heb je iets laten zien. En wat was dit? Ik heb deze solo gemaakt voor een auditie. En je moest gewoon laten zien wat je allemaal in huis had. En dat is heel bijzonder, want voor een auditie dit jaar moet je natuurlijk een filmpje maken thuis of in een studio. Maar je hele solo maak je eigenlijk in een kamer. Dus ze heeft dit in haar kamer gemaakt. Corona en zoomen en heel weinig ruimte nemen. En nu heb ik je toch gevraagd om het op een groot podium te doen. Jij zit momenteel al ergens op een vooropleiding. Wat is dat voor een vooropleiding? Ik zit op de 5 uur weekend in Amsterdam. En wat doe je daar? Wat? En dan hebben we dus elke zaterdag, de hele zaterdag hebben we les. Oké, en daarmee bereid je je voor om eigenlijk audities te doen en het vak in te gaan. Ja. Lara danst alles wat los en vast zit. Die danst in Rotterdam in de Dansmakers. Ze doet overal les, heeft allerlei projecten gedaan. En ze heeft bij ons hier die prachtige solo gedanst. Waar gaat deze solo over? Hij gaat eigenlijk over een gevecht in jezelf, maar dan toch nog soort van eruit komen. Ja, en daaruit komen deed je. Wat al heb je ontzettend mooi gedanst. Dankjewel. Lara Vrolijk, dankjewel. Oh, ze is pas 15 jaar. Dat zou je niet zeggen na deze solo. Dankjewel, Lara.
Rosa, 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 apreti, ja, 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 ja. Rosa, 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 trae tu luz, oh, 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 oh. Rosa, 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 deja aprender, ya, ya. Conecta, 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 conecta con las plantas. Conecta, 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 conecta con el sol, oh, hey. Conecta, 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 selva azul. Conecta, 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 conecta con el viento. Thank you.
jij de afgelopen tijd met de muziek gedaan? Ik ben vooral bezig geweest met muziek schrijven, omdat ik natuurlijk niet zoveel kan optreden. Ik ben vooral bezig met liedjes schrijven en eigen muziek maken eigenlijk. Oké, ook echt eigen muziek maken. Ja. Vandaag ga je geen eigen nummers spelen. Wat ga je spelen voor ons? Bad Romance van Lady Gaga. Oké, nou heel veel succes. Dankjewel. I want your ugly, I want your disease. 'Cause you're a criminal as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want your drama, the touch of your head. I want your letter start kissing the sea. Love, 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 I want your love. I want your loving, I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your loving, all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 oh. I want your love and all your love is revenge. You and me.
Wat een stuk zeg, wat een ontzettend stukste. Wie zijn jullie? Nou, wij zijn, nou, de titel is Do We Dare to Stand Out. Eigenlijk hebben we dit stuk gemaakt met z'n zessen, maar de tweede kon er niet bij zijn, dus we hebben het spieren net opgevoerd met hem mee. En ja. Nou, volgens mij hebben ze de titel waargemaakt, Do You Dare to Stand Out? Nou, stand out doen ze ontzettend en dare ook. En wie zijn jullie? Waarom, hoe komen jullie bij elkaar? Wij dansen allemaal bij de 5 o'clock weekend in Amsterdam. Dus we moesten een eigen werkstuk maken, dus we hebben met z'n zessen dan elke week een uur met hier aangewerkt. Oh, wat leuk. En wat is er met dat stuk gebeurd daarna? Daarna hebben we het opgenomen. Ze hadden eigenlijk optreden, maar dat is niet gebeurd. Dus hebben we in het theater van de AHK opgenomen. En ja. Hey, en AHK is? Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Oké, dus dat is een dansacademie in Amsterdam waar jullie in een vooropleidingstraject dit hebben gemaakt. Om te oefenen, wat ze eigenlijk natuurlijk aan de familie hadden willen laten zien. Ja. Maar tegenwoordig wordt alles opgenomen, daarom zijn jullie al zo goed met de camera's, moet ik zeggen. En ontzettend leuk dat jullie helemaal naar Tiel afgereisd zijn, want waar kom jij vandaan? Boven Amsterdam, dat is wel echt een stukje reizen. Ja, een stukje reizen. En waar kom jij vandaan? Ik kom uit Delft. En jij? Amsterdam. Nou, allemaal naar Tiel. En hoe komt dat dan? En mee heeft ons eigenlijk, Lara ook, ons helemaal overtuigd. We zeiden, ja, zullen we niet gewoon meedoen met ons stuk nog één keer goed filmen laten zien? Ik dacht van ja, waarom niet eigenlijk als afsluiting? Super, ja, en Mee die gaat zo meteen ook nog dansen. En die zit in deze groep en heeft meegemaakt. Ze hebben eigenlijk jullie met elkaar gemaakt, toch, het stuk? Ja. Wat een energiebom. Ontzettend mooi om te zien. Dank jullie wel. Bedankt. Dank je wel. Hey, ik zie je, Lars. Ah, Lars. Goedemiddag, Inge. Jij gaat vandaag op het open podium iets heel bijzonders doen. We zijn een beetje aan het experimenteren. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wij zagen elkaar met de kerst. Toen hebben wij samen gebabbeld over wat we willen gaan doen. Of wat ik wil gaan doen. Ik wil de kleinkunstrichting in. Jij zei, dat gaan we doen. Nou, dus wij zijn aan het experimenteren met dingen die te maken hebben met kleinkunst. Nou, vandaag Jacques Brel. Wauw. In het eigenlijk Zinder heeft de talentontwikkeling en daarin proberen we degene die wat aan het uitzoeken is, het te laten uitzoeken. Dus Lars is aan het uitzoeken wat hij nou eigenlijk met het vak heeft. Hoe oud ben je eigenlijk, Lars? Ik ben nog 18. Dat is wel ja, lekker. Ja, dat moet er even bij vermeld worden. Vandaag doe je Jacques Brel, nummer heet Laat Me Niet Alleen. En met wie doe je dat? Dat doe ik met Ben Middeldorp. We kunnen wel zeggen, een van de beste pianisten van Tiel, hè? Ja, nou zeker weten. Die begeleidt Lars in dit nummer. En we hebben het een wat theatraal vorm gegeven. Ja. We gaan ervan genieten. Ik ben benieuwd. Veel plezier. Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol van misverstand. Ach, vergeet me dat. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij. Met een snijdend woord. Ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de palen van regen, de palen van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw, een taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar,
dat zichzelf weer vond. En dan vertel ik jou van die koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou. Maar laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen. 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 Nee, ik praat niet meer. Nee, ik smeek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat. Weten hoe je lacht. Kijken hoe je zacht in die kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Maar laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Often we cry and we sleep in your dust because we've seen this all before. Culture fades with tears and grace, leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all before. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades. Slowly we fade. Slowly you fade. Slowly you fade. Emmanuel, yo, 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 Emmanuel, yo, 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 Emmanuel, yo, yo.
this all before she has seen this all before she has. Spirit bird, she creaks and groans, she knows she has seen this all before she has seen this all before she has. Hebben jullie dat gezien? Hey, dat was Bes. Hallo Bes. Hey. Bes kennen we nog omdat ze bij ons hier les gegeven heeft. En nu kom je dansen in het open podium. Dit is wel een heel bijzonder stuk. Wat is dit voor een stuk? Nou, dit stuk is een klein fragment van een voorstelling waar ik in dans in Almere. En waarvoor we repeteren in Amsterdam. En dat is voor de stichting Twee Turven Hoog. Die maakt voorstellingen voor kinderen van 0 tot 6. En het stuk waar ik in dans is een voorstelling voor kinderen van 0 tot 6 en hun ouders en grotere broers en zussen. En dat stuk is geregisseerd door Francisca Menge. En ik dans het stuk.
Echt. En er zit van alles in. Alle kleuren van de regenboog zien we voorbij komen. En het wordt dus een kindervoorstelling, maar net als wat Bes al zegt, is heerlijk voor iedereen om naar te kijken. Wij hebben er enorm van genoten. En fijn, Bes, dat je toch vaak nog even bij ons langskomt in Zinden. Dankjewel. Bes Kuil. Dankjewel. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's to hurry about? You better cool it off before you burn it out. You've got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that the truth is told that you can get what you want, or you can just get all you're gonna kick up before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can be everything you want to be before your time. Although it's so romantic on the borderline. Tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Stay with me a while.
we net naar geluisterd? Dit was een oud nummer van Fleetwood Mac. Ik meen ergens rond 1980 of zo. Het heet Sarah. En het komt van de plaat Tusk. Het is gewoon een mooi, beetje meditatief nummer bijna, zeg maar. Dat het zo lang duurt. En ja, we dachten gewoon, laten we dat gaan spelen. Dat leek ons een leuk nummer. Eigenlijk ontstaan uit een gitaargroepje. Aangevuld met bas en cajon. En Ingrid is ook wel leuk om te vertellen. Ingrid is ooit een keer bij dezelfde club als gitariste aanwezig geweest. En die hebben we er weer bij gevraagd, omdat ze zo mooi kan zingen. Ja, je hebt dit nummer al een keer eerder opgenomen. En hoe is dat opgenomen? Is misschien nog wel leuk om te vertellen. Ja, nou dat is zeker. Want tijdens de coronatijd is het toch wel fijn om een beetje wat stimulans te hebben om ergens naartoe te werken. Dus iedereen heeft thuis met de originele opname in zijn oortjes een het lied ingespeeld op zijn telefoon opgenomen. En daar heb ik een soort compilatie van gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon het hele liedje opnieuw een videoclipje geworden. Nou, nu in het echt. Dat speelt een stuk fijner, denk ik, voor iedereen. Het was hartstikke mooi. Super bedankt dat jullie hebben meegenomen.